Moest deze film gemaakt worden? Ja, volgens mij was ze bij zowel bij Pieter als bij de scenario schrijver Marcel Lenz, als bij mij wel een soort noodzaak om hem te maken. Ja, en want jij speelt Max, hè, de ambulancebroeder, die mogen we zeggen over de schreef gaat of niet? Hij houdt zich niet aan het protocol, inderdaad. Ja, dus in die zin gaat hij over de scheef, ja. Maar ja, dat is... Het is moeilijk kiezen, want ik heb de film gezien en ik dacht van, ja, waar... Over praten, of het wel, of je dat had moeten doen of niet. Ja, was dat ook de bedoeling? Ja. Vertwijfeling wellicht, zei hij bij het publiek. Het is gewoon volgens mij heel goed om al die emoties die rondom zo'n dilemma zitten, om die allemaal mee te maken. Ja. En je hoopt er in het dagelijks leven zelf niet te hebben. Weet je, maar nu kun je in de film kun je dat allemaal eens meemaken. En tot het uiterste opgerekt. Ja. Ja, dat is behoorlijk ingewikkeld. Dus het is nog niet zo makkelijk om te zeggen, wat is dan goed en wat is fout? En... Ja. Dat is denk ik ook een beetje de bedoeling. Als je het krantenbericht hierover zou lezen, dan zou je alleen maar denken, van wat een klootzakken die jongens en die kerel is een held die dat heeft gedaan. Die heeft een baby gered. En in de film kom je ook bijvoorbeeld bij de vader thuis van wie de jongen is doodgeslagen. En dan krijg je ook veel meer te weten over de jongen. Die probeerde eigenlijk misschien iets heel anders te doen. Dus je krijgt veel meer informatie en veel meer inzicht in die situatie. Waardoor het alleen maar complexer wordt, maar daarom wel interessant. Ja. Hoe dicht ligt die rol bij Theo Maassen zelf als mens? Nou... Als ik geen cabaretier of als ik geen acteur was geworden, dan had ik best ambulancebroeder of chauffeur kunnen worden. Dus ik heb een paar dagen ben ik mee geweest en dat is toch wel een heel mooi beroep. En als ik in die situatie was gekomen, had ik misschien wel hetzelfde gedaan. En jij misschien ook wel. Ja. Het is helemaal niet zoiets, die man is helemaal geen freak of geen rare agressieve kerel. Alleen hij komt wel in een situatie waarin hij heel erg onder druk komt te staan en iets moet beslissen. Ja. Ja, ja. Dus in die zin, ik had het ook kunnen zijn. Ja. Maar ik had misschien ook wel die jongen kunnen zijn die ambulance tegenhoudt omdat zijn vriendje onderuit is gegaan met de brommen. Ja. Die had ik ook kunnen zijn.